Hallo iedereen, ik ben Wouter van WorkFit. Ik heb vandaag 10 gemakkelijke stretchoefeningen voor jullie. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben personal trainer en op dit kanaal vind je alles over motivatie en beweging. Voor we beginnen met de stretchoefeningen gaan we eerst nog even opwarmen. Dit doen we voor de blessures te vermijden. Koude spieren stretchen is nooit een goed idee. Wil je deze toch overslaan omdat je je training al gehad hebt? Hieronder deze video in de beschrijving vind je de tijdcodes, dus dan kan je gewoon klikken op het stuk wat je moet hebben. Goed, we gaan beginnen bij de kuiten en zo werken we helemaal omhoog naar de nek. Dus we gaan gewoon op de tippen staan en terug doorzakken. Dit is de korte versie van deze video. Hier krijg je alleen de uitleg. Wil je direct meedoen, dus de lange versie zien, klik dan hier boven deze video op de link of je vindt hem ook terug in de beschrijving van deze video. Gaan we door met een lichte squat. Dus niet helemaal doorzakken en gewoon lichtjes squatten. Deze oefeningen kan je ook doen na je trainingen als cooling down. Dat is goed voor de stijve spieren wat te verminderen. Veel mensen denken dat je door te stretchen minder kans hebt op stijve spieren. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want stijve spieren krijg je door melkzuur resten, zal ik maar zeggen, die in de bloedvaten blijven zitten. Of kleine haarscheurtjes die ontsteken van overtraining. Dus een verdere bloedsomloop is vooral belangrijk. En dat zijn we eigenlijk nu aan het doen. Goed, gaan we verder met de disco move. Dus we gaan deze met uw averechtse hand uw teen aantikken en terug de lucht in. Stretchen is natuurlijk voor andere dingen wel heel goed. Dus wisselen van kant. Zoals het afsluiten van een training. Sommige mensen vinden dat ook gewoon een fijn gevoel, dat stretchen. En om even op adem, op rust te komen, is dat natuurlijk ideaal. Hè? Goed, gaan we verder met de heupen losdraaien. Het kan wel helpen, ook als blessurepreventie, omdat je spieren die tijdens de training maakt die eigenlijk korter. En je pezen en alles zitten daardoor onder spanning. En als je daarna niet stretcht, dan komt die spanning niet meer. Dan blijven die pezen en alles, een beetje, je spieren ook, op spanning staan. En dat zorgt ervoor dat je iets gevoeliger bent aan blessures. Dus nooit slecht voor te stretchen na je training. Goed. Gaan we de schouders losdraaien, dus van grote cirkels naar kleine cirkels en terug naar grote cirkels. Ik raad ook wel sterk af om voor uw training en zeker voor uw opwarming te stretchen. Als je stretcht voor uw opwarming, dan gaat dat meer kans hebben op blessures. Als je stretcht voor uw training, dan een klein beetje prestatieverlies leiden. Dat is verwaarloosbaar. Goed, gaan we naar voren en naar achter. Stretchen kan natuurlijk wel heel goed zijn voor revalidatie en zo. Dus mensen die veel in dezelfde houding zitten en daardoor dezelfde bewegingen doen heel de dag door en daardoor overbelasting hebben. Als je dan naar een kinesist gaat en die kan het door stretchen terug wat loskrijgen, is ideaal. Hè? Deze oefeningen zijn ook gewoon voor na uw training even op het gemakje te doen. Dus als je ergens echt last van hebt, ga zeker naar een dokter of naar een kinesist met een YouTube video te kijken. Gaat er niet mee komen. Zo. Even de nek nog. Rustig, dus niet echt vlot gaan doen. Opwarming moet altijd rustig zijn. Nooit zware belastingen doen, dus nooit in één keer sprinten of springbewegingen maken of van zo'n soort dingen.
Nee, dat gaan we niet doen. Stretchen kan ook prestatieverbeterend zijn. Ik zei daarnet al, je krijgt een klein beetje prestatieverlies als je gaat stretchen voor je training. Dat klopt, je verliest een heel klein beetje, verwaarloosbaar opnieuw, kracht als je die spier oprekt, terwijl dat niet nodig is. Maar het kan ook prestatieverbeterend zijn als je sowieso keursporten doet. Keursporten is dus met een jury, like dansen, ballet, maar ook kunstschaatsen en alles wat met een jury is eigenlijk, waar je punten krijgt op de houding en dus ook de lenigheid. Maar ook wel voor mensen die andere sporten doen, denk aan verschillende soorten balsporten. Als hun techniek beter is, dus als jij bijvoorbeeld als volleyballer verder kunt uithalen omdat deze spier gestretched is om te smashen, dan kan dat ook natuurlijk als prestatieverbetering gezien worden. Nu dat we de opwarming hebben gehad, gaan we ineens door naar de stretchoefeningen. We beginnen weer van onder en we werken naar boven toe. Je zet een grote stap voorwaarts. Je duwt je hiel naar de grond en op die manier ga je de kuiten stretchen. Je moet de spier altijd wel voelen, maar mag nooit pijn doen. En je houdt dat 15 tot 30 seconden vol, ongeveer. Maar 15 tot 30 seconden, ik zal hem de kroon eens opzetten, is best lang. We wisselen van kant. Je moet de spanning op de spier altijd voelen, maar je mag nooit pijn voelen bij stretchen. Ik ben ook absoluut geen voorstander van zo wiegend stretchen, wat sommige mensen doen. Omdat het geen meerwaarde levert. En ja, je kunt je wel eens echt blesseren, omdat je die spier forceert verder te rekken als hem eigenlijk is. Dus je kunt dat best gewoon niet doen, want het heeft toch geen voordelen. Als je deze niet hard genoeg voelt, gewoon rechtstaand, kun je ook zo een muur wegduwen. Ik ga even wissen. Was hè. Het volgende is voor de quadriceps en de heupspieren wat op te rekken. Dus je concentreert je op één punt of je houdt een stoel vast als dat makkelijker is. En dan zet je knieën zo dicht mogelijk bij elkaar. Houd je voet vast op die manier. Dit is bijvoorbeeld het ideale moment om nog even reclame te maken van een andere video die ik heb. Hierboven zijn we basisoefeningen en dan kun je meteen hierna wat stretchen. Hè? Nu we de voorkant van de benen en de kuiten hebben gehad, gaan we naar de achterkant van de benen. Dus je gaat met gestrekte benen proberen je tenen te tikken. En je zou het aan de achterkant van je benen en je zitvlak moeten voelen. Hier ook weer in die veren. Hè? Dat is niet de bedoeling. Je gaat er blessures van krijgen. En dan wissel je weer. Wissel je weer. Dat gaat niet, hè. Dat is maar één kant. Dat gaat niet. Het volgende wat we gaan stretchen zijn de buikspieren. Hier hebben we wel even een matje voor nodig, want dat is op de grond. Voilà. Ziet er altijd heel gemakkelijk uit, hè, als je een eigen studio hebt. Maar geloof me. Hier wordt heel wat mee geknipt en geplakt, hè, met zo'n filmpje. Goed. Je gaat handen en knieën. En dan duw je heup eigenlijk naar de grond. Goed, nu dat we hier toch al zijn, gaan we ineens over naar de onderrug te stretchen. Zo, knieën bijeen. Ga op je voeten zitten. Je duwt je handen in je mat. Volgende wat we gaan stretchen zijn de borstspieren. Hier hebben we wel even een muur voor nodig. Of een deurstijl. Of uw kleine. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het gaat als volgt. Je zet je hand tegen de muur. En je draait zo naar buiten. Op die manier. En je zou het hier een rek moeten voelen. Als je nog meer video's zoekt in verband met oefeningen, ik heb er een playlist over.
En als je niks wilt missen, vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. Het volgende wat we gaan stretchen is de schouder, of toch de achterkant van de schouder. Dus je pakt je elleboog vast en je duwt die eigenlijk tegen je lichaam aan. Aan de andere kant. Als je nog uitgewerkte documenten wilt zien, vergeet dan zeker niet naar ons platform te gaan. De link hiervoor vind je onder in de beschrijving. Op ons platform vind je alles over voeding, beweging, motivatie en schema's van oefeningen. Dus als wat je wilt, allemaal gratis. Het volgende wat we gaan stretchen is onze triceps en de zijkant van onze buikspieren. Dus hoofd boven je arm. Arm boven je hoofd. En naar de ene kant. Andere kant. Oeh, mijn buik. Het volgende wat we gaan stretchen is ons onderarm en ons biceps. Je pakt je vingers vast en je trekt die met een gestrekte arm zo naar achteren. Ze. Voilà, op die manier. Deze is ook een goede voor mensen die veel in een bureau zitten. En last krijgen van hun polsen. Dus meestal deze al heel ver ingekort. Niet zo stretchen, gewoon achter een bureau. Hè. Ah, je mag het van mij doen, maar ik zeg het, als je niet opwarmt, krijg je heel makkelijk last van blessures. Hè. Dus altijd eerst even opwarmen. Draait die armen waar rond, draait die polsen waar rond. Zo, en het laatste wat we gaan doen is onze nek. Dus je zet je nek naar ene kant en je trekt lichtjes aan je hoofd. En je zou het hier zo moeten voelen. En lichtjes, hè. Hier deze spier. Echt, is heel gevoelig. Voorzichtig. En de andere kant. Dat was het voor deze keer. Als je nog wat oefeningen wil zien, vergeet dan zeker die playlist niet te bekijken. Of hieronder in de beschrijving vind je hem ook terug. Als je gewoon wat meer motivatie nodig hebt, weer hetzelfde. Hierboven of hier beneden in de beschrijving ga je het zeker vinden. Dankjewel voor het kijken. Ciao!